Wat ik zelf verwacht, we hebben een erg jong team. We hebben één nieuwe coach erbij. Eén coach is, die helaas komt niet terug. Moni van Wijk is de nieuwe coach. Veel jonge spelers, dus ik hoop dat we weer in de top 4 kunnen komen. En eventueel dat we voor het kampioenschap weer gaan. Nee, ik vind het superleuk. Hele leuke ervaring natuurlijk weer. Ik ben ook wel aanvoerder geweest van de jeugdteams van Nederlands Elftal. Dus ik hoop dat het goed gaat. We hebben Moni van Wijk ook erbij. Die heeft veel ervaring. Dus ik hoop dat ik ook extra dingen van hem kan leren. Ik heb er heel veel zin in. We hebben, zoals ik al zei, veel jonge spelers. Ik hoop dat mijn broer het goed gaan doen. Skander, Assad. Ik hoop ik zelf natuurlijk ook. Onze coaches. Ja, één coach, Moni van Wijk. Daarnaast hebben we Jim Ducker als openingsbowler. Dus ik hoop dat hij nu ook... hij gaat waarschijnlijk wat meer bowlen en ik hoop dat hij wat meer wickets gaat pakken. We hebben nu alleen Moni van Wijk inderdaad. En de rest is erg jong. Dus wij zijn nu allemaal 19. Mijn oude broer speelt, is 22. Sjons, ook 17. Waarschijnlijk gaat Shiraz Gasol ook spelen voor ons. Die is 15 of 14 volgens mij. En daarnaast alleen Moni van Wijk. En want mijn vader, zoals ik weet, gaat waarschijnlijk niet meer spelen. Zegt hij ook, dus we weten het niet. En ACC natuurlijk. Helemaal top.